Goed gekeken, deze gloednieuwe van. Ja, jullie zien het. FIFA 22. Oftewel, ja, gewoon FIFA, laat ik het zo even zeggen. Is terug. Ja, we zijn weer terug. We gaan rewards claimen. Want volgens mij, denk ik, volgens mij waren die er. Ja, want gisteren was het nog maar zoveel uur. Dus we gaan de rewards claimen en ik ga ook even mijn team laten zien. Ja, mijn team. Wat ik gisteren al heb gedaan. Ik heb best wel wat dingen toegevoegd, al wat goede spelers. En dan ga ik het even delen. En ook, ja, ik ga het vanuit daar gewoon upgraden. En dan, ja, hoe heet het? Dan hebben we dus zo'n goed team dat we gewoon elke weekend liggen op te gaan winnen. En ik ga natuurlijk ook trainen. Maar, even, we gaan dus nu gewoon naar de rewards. En dan daarna naar het team. What the fuck? Oké, wat? Oké, is het dan niet meer of zo? Ja, het zal niet dan. Het is dan denk ik niet. Ik zal het nu opzetten, maar. Oké, dit is dus heel vreemd. Want eerder was. Oké, laat gewoon anders even voor weten in de comments. Terwijl in de reactie. Zie je als dat gewoon niet meer is. Met seizoen ook, what the fuck? Oké, het gaat nu gewoon helemaal volgens mij anders. Oké, volgens mij zijn er geen rewards meer. Dit gaat zo. Ja. Volgens mij zijn er geen rewards meer. Oké, dus ja, dan gaan we gewoon naar het team. Alleen, dan is het wel een heel klote ding. Ja, ik heb dus dan eigenlijk gewoon geen FIFA shit meer. Terwijl, ja, dat gaat dus heel lastig worden. Zo, maar in ieder geval, dan gaan we gewoon even het team laten zien. Wat voor team we hebben, ja. Sommige, de meeste heb ik dus ja, ook via packs gekregen, maar ik heb sommige gekocht. Maar ik zeg even, degene wat ik via packs heb en wat ik gewoon in heb laten staan even, is meneer Werner, Timo Werner, ook wel. Best wel, ja, gewoon een goede speler voor een begin. Terwijl ik kan hem gewoon, ja, in een pack. Dat is dan nog beter. En daarnaast Alexandro, had ik ook gewoon in een pack, had ik hem ook gewoon gepakt. Dus deze twee die al kreeg ik gewoon in een pack. Hem had ik in een pack, Juan Mata, geen idee hoe hij hem zegt. Ja, en dan deze twee had ik nog in een pack, want die heb ik nog een beetje ingezet. Zodat ik vanuit daar ook een beetje kan upgraden. Ja, en dan heb ik, volgens mij had ik Ricarlison, had ik ook in een pack. Maar, dan heb ik de Gea, heb ik dus gewoon gekocht. Daarnaast heb ik Thiago Silva gekocht. Ook best wel een goede speler voor in het begin, jongens. Dus moet je nog een beetje spelers hebben. Ja,
pak voor deze als je een Engels dinges wil maken. Zo. En dan ding. En. Ja. Dus pak gewoon dan deze. Vooral. En dan heb ik zusje zit Alexandra Chamberlain. Zo zeg je zijn naam. Ik zeg je, pak die voor een begin. Hij is goedkoop en hij heeft best wel goede snelheid. Als je dan hier gewoon heel even kijkt. Ja, bij de snelheid. Ik weet niet waar het vanaf haalt. Zo, maar in ieder geval. Ja, die is gewoon snel. Het is gewoon goed voor een begin. Dus moet je nog een speler voor op het centrum met. Ja, koop die. Hij is maar iets van. Ja, niet duur in ieder geval. Voor mij 3000 munten. In ieder geval, ja, gewoon niet duur. Dus je kan hem kopen. Dus ja, komen we voor in het begin en gaan we vanuit daar upgraden. Ja, en dan heb ik als laatste Joe Gomez gisteren gekocht. Gewoon echt goede speler voor in het begin. En daarnaast moet je natuurlijk gaan upgraden. Maar ja, het is het begin, dus we moeten gewoon van voren aan beginnen. En daarvoor is dat gewoon een goede speler. Joe Gomez, of hoe je ook zijn voornaam zegt. En daarnaast ook gewoon de Gea. David Gea. Hoe een goede keeper. Hij is gewoon niet duur. Eerder was hij volgens mij veel duurder. Als ik me niet vergis. Volgens mij was hij echt duurder. Vooral ook omdat zijn. Ja, misschien omdat hij is achteruit gegaan, ik weet niet. Maar ja, volgens mij is het steeds best wel goed. Dus ja, ik vind het heel vreemd waarom staat. Ja, waarom wordt hij voor zo weinig gevraagd? Zo, maar dat was de. Ja, de Gea. En dan nu gaan we naar de volgende, en dat is wat ik al zei: Thiago Silva. Ja, goede speler. Ook gewoon goed voor een begin. Misschien zelfs zit te twijfelen voor gewoon hem te houden. Maar ja, als ik gewoon zijn dingetjes kijk, zijn snelheid schieten, ja, dan is het een beetje misschien niet echt goed voor ja, gewoon ook later. Gewoon, dan moet je gewoon anderen hebben, zoals een Rafael Varane of Sergio Ramos. Kijk, dan heb je die weer. Die zijn weer veel beter. Maar niet. Ja, hij is alweer te weinig. En dan gaan we dus nu naar Alex Telles. Ja. Gewoon. Ik had hem eigenlijk een beetje meer gekocht. Voor. Omdat ik dan hem kon connecten. Met Thiago Silva. En dan had ik hier een goede connectie. Daarom had ik hem gekocht. Maar. Dat blijkt dus ook uit te zien dat hij is de enige voor op die plek. Ook al is dat een ander, is dat links midden, niet links aanvallen. Maar ja, als ik links midden pakte, had ik helemaal geen goede spelers. Dan had ik echt helemaal niks. Dan had ik gewoon, ja, niks. Dus ja, dat is wel. Dus dat is één ding. Dus ja, dan moet je gewoon al gelijk links aanvallen gaan pakken, anders heb je niks. Anders en petto. Ja, en dat is eigenlijk gewoon een beetje, ja, mijn team. Die is dan niet echt. Ja, die heb ik allemaal goed gepakt uit packs. Ik had deze gewoon even opgezet. Gewoon voor wissels. Maar niet echt, ja. Zeg. Dat ik die moet gaan gebruiken ofzo. Dus. Dat is eigenlijk gewoon een beetje mijn team in het begin nu. We gaan hier natuurlijk vanuit upgraden, zoals ik al zeg. En ja, daar ga ik dus eigenlijk, ja, ook gewoon de video bij afsluiten. Want ja, ik heb geen rewards. Ik weet ook niet hoe je aan rewards moet gaan komen. Want ja, ik vind het zo vreemd. In ieder geval, ja, dat is gewoon, dat werkt gewoon anders. Maar ik ga dus hier gewoon ook de video afsluiten.
Want ja, ik heb niet meer echt dingen te vertellen. Ik moet gewoon echt gaan kijken als ik ja, überhaupt dan fatsoenlijke content kan maken. Want ja, normaal denk ik altijd de rewards. Maar ja, die zijn het dus niet. Zo, en dat vind jij best wel jammer. Dat zal ik nu niet doen of zo. Maar. Ja, ik ga sowieso gewoon dingetjes zoeken voor op de vrijdag. Dat is sowieso één ding. Dus doe zeker even een blauw duimpje hoog. Als jullie ja, deze video leuk vonden. En vergeet zeker daarna niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Zodat je geeft. En, dan en daarna dat belletje te klikken. Om naast mijn nickknop te zetten. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd. Adios.